De broers Ali en Bekir K. van Kaan Vastgoed en Financiële Dienstverlening overwegen juridische stappen tegen burgemeester Peter den Oudste. Die noemde hun bedrijf Kaan Vastgoed en Financiële Dienstverlening als voorbeeld van een bedrijf waar je grote vraagtekens bij kunt zetten. De broers worden verdacht van het witwassen van geld, bouwfraude en oplichting. De broers bezitten veel vastgoed in de stad. De burgemeester trok bouwvergunningen in en doet een bibop-onderzoek. Volgens advocaat Daan Meerburg brengt de burgemeester met zijn uitlatingen het bedrijf schade toe. Hij zegt, ik zet vraagtekens bij de manier waarop deze mensen hun geld verdienen. Nou, dat mag, iedereen mag vraagtekens plaatsen. Maar daarnaast heeft hij heel expliciet gezegd dat mijn cliënt, meneer Ali K., dat hij vele mensen gedupeerd zou hebben en dat hij met crimineel geld vastgoed gekocht zou hebben. En dat zijn hele duidelijke oordelen waar verder geen enkele juridische basis voor is. De uitlatingen zijn gebaseerd op een verslag van een beleidsadviseur van de burgemeester, gepubliceerd op de site van de politieacademie. Eén ding waar die zich op baseert is een beleidsstuk waarin duidelijk als doelstelling wordt geformuleerd het criminaliseren van de heer Ali K. En dat is eigenlijk het tweede aspect, want het gaat niet alleen om wat de burgemeester heeft gezegd, maar ook in welke context. De burgemeester heeft hier publiciteit gezocht en in die publiciteit haalt hij van alles erbij, wiet, kweek, motorbendes, georganiseerde criminaliteit. En dat wordt allemaal ingebreid in het verhaal over mijn cliënt. De burgemeester heeft het verslag van de politieacademie over het gezin A39 nooit gekoppeld aan de gebroeders K. Met het gezin A39 worden de gebroeders K bedoeld. We hebben naar buiten gebracht wat er speelde. Ik heb het ook kennis genomen van het verhaal van de politieacademie. En daarin worden geen namen genoemd van de mensen waar het om gaat. Ik heb zelf voortdurend benadrukt dat zij natuurlijk niet veroordeeld zijn. Maar ik kijk naar de bestuursrechtelijke aspecten van het geheel. En die hebben bij ons geleid tot het intrekken van bouwvergunningen. En ik vond dat de samenleving er ook recht op had om over die informatie te beschikken. Hij heeft het verslag van de politieacademie over het gezin A39 nooit gekoppeld aan de gebroeders K. Als de burgemeester dat doet, dan schort er iets heel ernstigs aan zijn geheugen. Want A39 is het onderzoek dat tegen de familie K is ingesteld op uitdrukkelijk verzoek van deze burgemeester. Dat is één. En het verslag staat weliswaar gepubliceerd op de website van de politieacademie. Maar het is door niemand anders opgesteld dan door de naaste medewerker, senior medewerker van de burgemeester, mevrouw Ria Blauw. Dus als de burgemeester zegt dat hij hier helemaal niets van af weet, dan draait hij gewoon weg voor iets waar hij duidelijk voor gekozen heeft, wat hij duidelijk ten uitvoer heeft gelegd en waarvan hij nu zegt van ja, ik weet van niks. Pas na een uitspraak van de rechter staat schuld vast. Eerlijk gezegd wacht ik dat rustig en ook met vertrouwen af. Ik begrijp natuurlijk best dat deze advocaat voor zijn cliënten opkomt. Tegelijkertijd hebben wij de indruk dat wij vanuit onze verantwoordelijkheid op de juiste manier hebben gehandeld.